Hey guys, it's Master Key. En dit is Vitality. En ik heb een video gemaakt voor ik mijn haar had afgeschoren. En dat doet op niks. Ik was allemaal aan het zeven en aan het lullen voor 12 minuten aan het stuk. Dus ik maak hem nu opnieuw, want ik vond hem zelf slecht. Dus als ik zelf niet slecht vind, maar hem niet online zetten. Nu, ik ga het veel kort proberen doen. Waarom kunnen wij zo moeilijk mensen vinden in het echt? Waarom kunnen wij zo moeilijk een partner vinden in het echt? Om het volgende. Ik wou ook zeggen, dating sites werken ook tegenwoordig niet meer. Je moet er alleen maar voor betalen als man. Want als vrouw krijg je, ik weet niet veel berichten. Echt waar, ik lees vrouwen die zijn. Ik heb in één dag 500 berichten gekregen. Meestal zijn het dan op van die sex sites of seksadvertenties en zo. En als man komen er 500 mannen op en die krijgen geen enkel bericht. Dus het is echt, en dit is de waarheid. Het is zo verkeerd in heel tijd, niet meer normaal. En mannen moeten honderden euro's per maand betalen om wat berichten te krijgen, om wat matches te krijgen. Maar dan gaan ze uit, want dan denken ze, oh dan leer ik wel mensen kennen. Maar hoe komt het dan dat we geen mensen leren kennen? Wel, in het uitgaan is het al 3 mannen die uitgaan en 1 vrouw die uitgaat. Want mannen gaan uit, vrouwen doen meestal dingen op hun eigen. He? Als we nog zeggen dat er 2 mannen uitgaan en dat er 2 vrouwen uitgaan, dat dat nog gelijk is. Oké, okay. Dan bereken je hoeveel mensen zijn er in mijn leeftijdscategorie. Tussen 5 jaar jonger, 5 jaar ouder. Dat is ongeveer bij de jeugd, van 16 tot 26, van 20 tot 30, is dat ongeveer 10 tot 11%. Dus moeten er al 10 mensen zijn. He? Like in het zwembad, als je al gaat zwemmen. Oké, in de gym komen ook wel mensen, een beetje van een beetje van de jeugd. Zo, maar als je in het zwembad zit, zitten letterlijk mensen, kinderen, kleine kinderen, van baby's tot oude mensen in de 80 jaar. Die dan het zwembad gaan, 70 jaar, zijn hele oude mensen. Dus 10% daarvan is je leeftijdscategorie. Dus je moet al 10 mensen hebben die in jouw leeftijdscategorie zitten. En nee, het moet 10 mensen zijn dat er 1 iemand in je leeftijdscategorie zit. Het moet 20 mensen zijn dat er 1 iemand is van het andere gender. He? Een vrouw. Want de helft is man, de helft is vrouw. Oké, de helft is bezet. Dus het moeten al 40 mensen zijn tegen dat er 1 iemand van een andere sekse is, van een andere gender dus, en niet bezet is en vrij is. Oké, maar veel zijn dan al bezig met hun vriendje, of met hun ex, of met iedereen stuurt, 80% stuurt. Dus 1 op 5 is niet bezig. Maar dan kan je zeggen, ja oké, het is niet 1 op 5 dat eventueel vrij is. Laten we dan ook zeggen dat de helft vrij is. Dan heb je al 80 mensen nodig, hè, die echt zeggen, oké, ik ben klaar voor een relatie. 80 mensen. Maar, dan heb je er fucking mensen vallen niet op iedereen. Hè? Mensen vallen niet op iedereen. Zeker meisjes niet. Meisjes hebben toegeven maar voor tot 5 tot 10% van de jongens leuk te vinden. Dus, we zitten al in 80. Dat wil zeggen, niet als je dan in 80 mannen. Dat een vrouw dat jou tegenkomt, dat je dan de enige bent en dan ja, ik wil u. Nee, het is dan nog een keer 1 op 10 dat er niet aan, 9 op 10 dat er niet aan staat en 1 op 10 dat er wel aan staat. Dus, dat is dan nog een keer maar 10. Dus er moeten letterlijk 800 mensen in een ruimte zitten tegen dat je een wijf tegenkomt dat vrij is en dat dan nog een keer wilt en dat nog een keer openstaat voor een relatie en nog een keer een leeftijdscategorie is. En dat wil dan ook zeggen dat jij haar moet willen, want je zegt dat zij dik is, of lelijk is, of dat ze knap genoeg is, of wat dan ook. Je weet het allemaal niet. Het kan zijn dat jij haar ook niet leuk vindt. Maar dus één iemand die u eventueel zou willen, dat is al 1 op 800, of 1 op 1000. Weet je wat dat is? Dat is 0,01% van de bevolking die tegenkomt, dat eventueel jou zou willen. En dat wil jij nog niet, maar wij zijn mannen, hè? Dus wij zouden dan wel gemakkelijk zijn. Oké, als die mij wilt, wil ik haar ook. Maar als wij dan ook eens zouden moeten zijn, ja, maar ik val ook maar op 10%, dan is het op 1 op 8000. Maar oké, wij vallen meestal op. Mannen vallen meestal op alle vrouwen. En zeker als ze lachen. En zeker als ze geïnteresseerd zijn in ons. Dus dan is het 1 op 800. Daarom is het dus effectief zo moeilijk om vrouwen te kunnen krijgen. Of om mensen te kunnen vinden die bij je passen in het openbaar. Omdat je dus al die niet eens criteria nodig hebben van oh, ik wil dat ze muziek spelen, ik wil dat ze zo blond haar heeft. Nee, al die dingen niet. Gewoon dat ze vrij zijn en dat ze effectief
bijen zouden kunnen, dat het echt kan dat je bij elkaar hoort, dat is al 1 op 800. En dan begint het nog maar pas. Van, ah ja, goh, staat die me aan? En dan, wat doet die van hobby? Of wat doet die van werk? Of hoe verdient die? Of waar woont die? Dan begint dat nog maar pas. En op dating sites kun je het allemaal al invoeren. Zo van, ja, ik wil iemand die zo oud is en ik zo oud is. En die daar woont, dan kun je het allemaal intypen. En daarom is dat, krijg je dan direct honderden matches. En denk ik, wauw, niet matches, maar kandidaat. Denk van, oh wauw, ik krijg heel veel mensen. Want daarom willen die je nog niet, hè. Want vrouwen, en vooral op dating sites, vallen nog op minder dan 10%. Want vrouwen krijgen 100 berichten terug per dag. En je denkt nog niet dat ze 10 mannen per dag verliefd worden. Dus met openbaar is het dan ook zo van, oh ja, oké, op 10% zou je er eventueel kunnen vallen. Dating sites zijn echt verhef, aard. Het is echt verschrikkelijk. Oké, dat was heel raad, omdat ik hoor gewoon rap vanaf zijn om dat te commenteren. En jullie niet te laten kijken naar de video's. Hey, de volgende video gaat over iets anders. Daag!